alweer zo'n jaar of zes geleden kwam GRB met een idee, een blogplatform in Nederland. Dat blog kwam toen bij de Volkskrant, het blog trok snel wereldpubliek, want het is daar heel uniek. Dat blog wordt het verleden tijd, ondanks veel bloggers eer en spijt, waar moeten zij er licht aan schijnen? Veel blogmoois gaat er zo te door, we roepen daarom in één koor, het VK-blog mag niet verdwijnen. En langs de digitale wegen staat VK-blog heel hoog in het vaandel. Ik ben naïef en weet niets beter dan dat het nooit voorbij zal gaan. De eerste plaatsing van je blog ging wat omslachtig, weet het nog, maar bloggen zijn meestal sociaal. Toen blogden we blijkbaar verkeerd, het blog werd gemoderniseerd, de meesten bleven allemaal. Want ziet hoe mooi dat blog ook is, er ging het anders iets mis. Reacties soms verkeerd gekozen. De groene pijl ging dan op rood. Het blogleed was wel eens wat groot. Niets gaat er echter over rozen. En langs de digitale wegen staat VK-blog heel hoog in het vaandel. Ik ben naïef en weet niets beter dan dat het nooit voorbij zal gaan. Het blogvolk klinkt wat bij elkaar in kroegblogborrels hier en daar. Ik moet wat mee met beatmuziek. Er kwam zelfs een blogcabaret, zo werd er heel veel werk verzet. Het stemt me wat melancholiek. Want kunst of foto's, een verhaal, blogdicht, het is hier allemaal. Wat kunnen elkaar inspireren? Is nu dat blogdorp straks voorbij? Er is geen ander blog voor mij. Het is de tijd die ons zal leren.